Het lichaam van Ibrahim, het jongetje van 8, wordt uit het park gehaald waar hij eerder vandaag is gevonden. De brandweer heeft tentjes en zeilen gezet om de plaats af te schermen. De jongen lag op de hoek van het park. Zijn moeder zelf heeft de agenten getoond waar ze hem heeft achtergelaten. De politie was namelijk een onderzoek gestart omdat de jongen al een dag vermist was. In eerste instantie is dat dan een onrustwekkende verdwijning. En mama wordt dan verhoord. En wanneer zij opgehaald wordt door de politie, zegt zij onmiddellijk, vrijwel onmiddellijk, dat zij haar jongste zoon om het leven heeft gebracht en dat zij hem hier vlakbij begraven heeft. En zij heeft dan ook aan de speurders de plek aangewezen waar zij het jongetje begraven heeft. Het park ligt om de hoek op enkele tientallen meter van het huis waar de jongen woont. De moeder heeft haar zoon daar de nacht eerder al vermoord. Omdat ze psychische problemen heeft, is de politie er op vraag van ongeruste buren. Die avond nog langs geweest, maar alles leek normaal. Die nacht zijn haar stoppen kennelijk toch doorgeslagen. Ze hoorde stemmen, zegt ze. Zij heeft op dat moment rond 4 uur 's ochtends haar jongste zoon vermoord. Zij heeft hem eerst gewurgd en daarna de keel overgesneden. Daarna heeft ze het lichaam in een reiskoffer naar het park gedragen, er daar uitgehaald en begraven. De tante van de kinderen hoort nu pas dat haar neefje is gestorven. Ze is de zus van de vader van de kinderen, een bekeerling die 2 jaar geleden naar Syrië is vertrokken om te vechten. La mère des enfants est dangereuse parce qu'elle souffre de problèmes mentaux très très graves. Et on avait de grosses craintes qu'elle prenne les enfants avec elle et qu'elle les fasse passer. Het slachtoffer heeft ook een broertje. De jeugdrechter beslist wat er met hem moet gebeuren.